Wauw, de rode loper. Ik geloof niet dat jij deze video sneller een like kan geven dan dat ik aan het einde van de rode loper ben. En de like challenge is begonnen. Yeah, oké. Vandaag spelen wij een spel waarbij we aanwezig zijn op een vakantieresort in Roblox. Een speciaal vakantieresort, want wij gaan namelijk om mee te beginnen onze outfit aanpassen. Ja, we gaan onze outfit aanpassen. En ik ben heel benieuwd hoe we eruit gaan zien. Ik ga mijn outfit niet per se baseren op mijn uiterlijk of zo, maar ja, misschien een beetje. We gaan erachter komen. Misschien een beetje. Weet je, misschien is dat ook wel weer leuk. Kijk, de haren zijn in de building. Looks nice. En dan hebben we nu natuurlijk ook eigenlijk nog wel even een outfitje nodig. Maar wat is nou... Ja, dat moet eigenlijk ook alweer... Ik vind deze leuk. Ja, kijk. In de building. Moeten wij een zonnebrilletje hebben? Of gewoon een brilletje? Misschien is dat ook wel leuk. Ja, hey, looks nice, looks nice. In eerste instantie heb ik dat niet, maar het ziet er wel leuk uit. Maar hebben wij dan ook gewoon voor een keer een ander gezicht nodig? Zeg maar, ja, ik ben ook wel weer... Nee, gaan we het doen. Ik ben te gehecht aan... dit. Oké, wat hebben we nog meer? Dat is misschien ook wel weer leuk. Ah, dit ziet er geniaal uit. Yup, ons uiterlijk is af. Nou, hiermee gaan wij het 5-sterren-resort in. Ja, want dat is het. Het is een 5-sterren-resort. Ik bedoel, ben daar nooit geweest. Dus like, het is vast leuk of zo. Wat is dit? Dit ziet eruit als... Oeh, wat is dat? Bubbelbad? Oh, ja. Ik denk dat het een bubbelbad is. Zeg maar, de meeste mensen zouden daar niet in hun spijkerbroek instappen. Maar wij wel! Amazing, amazing. Wat hebben we nog meer? Oh, een gezichtsmasker. Oké, nou, laten we deze nemen. Ja... Ik geniet van het gezichtsmasker. Dat is één ding wat zeker is. En dit is de sauna. Oeh. We zitten in de sauna met een gezichtsmasker. Die waarschijnlijk op dit moment al lang gesmolten zou zijn. En onze mooie outfit. I think that's amazing, man. I think that's amazing. Oh, eigenlijk moeten we deze ook aan. Zeg maar, het leuke is. Ik weet nu niet hoe we dit weer weg gaan krijgen. Dus als we nu naar buiten gaan, dan zien de meeste mensen gewoon een hele blije jonge man met een gezichtsmasker, een bril en een badjas lopen. Nou, mooier dan dat ga je het niet krijgen. Zijn dit de hotelkamers? Oh, nice. Oeh, looks good, looks good. Alleen, ik vind het wel vreemd dat we gewoon de eerste beste willekeurige hotelkamer in kunnen lopen. Van wie is die kamer? I don't know. Wow. Oké. Dus schijnbaar, er staat Can you lift? I don't know. Nee, serieus, ik heb geen idee. Ik kan wel op mijn telefoon zitten. Mijn selfie stick in dat geval. Oh, we kunnen onszelf... Wauw! 10 seconden in de Roblox gym. En we are buffed. Looks amazing, man. Looks amazing! Oké, we gaan naar buiten. Dit is zo random. We gaan naar buiten en we gaan kijken wat wij daar allemaal kunnen doen. Ik moet zeggen... Het is wel heel leeg voor een 5-sterren resort. Hé, je hoort mij niet klagen. Misschien is dat ook wel weer chill. Dan hebben we alle ruimte een beetje voor onszelf. Misschien is dat wel hartstikke leuk. We hoeven met niemand te delen. Terwijl, hé, delen is belangrijk. Begrijp me niet verkeerd. Alleen, dit ziet er cool uit. We gaan van de glijbaan terwijl we ons nieuwe uiterlijk hebben. Ons nieuwe lichaam en badjas. En de badjas lijkt nu ineens op een judopak. Ben ik de enige die dat erin ziet? Waarschijnlijk ben ik de enige die dat erin ziet. Oké. 3, 2, 1. Oeh! Plons. We zitten ook letterlijk op de bodem. We zitten op de... Oh, we kunnen ook emotes doen. No way. Oké, het is tijd voor mijn persoonlijke optreden hier op het 5-sterren resort. There we go. Mijn naam dat is Judoman. Ik doe alles wat een judo kan. En ik... Dit is geniaal. Dit is... We kunnen ook gewoon slapen. Gewoon... Wij hebben zo lang gefeest op dit podium. We zijn gewoon in slaap gevallen. I like it, I like it. En we kunnen zelfs, als we echt zouden willen... Kunnen wij op de microfoon zitten. Wat is dit? Oh, we kunnen zelfs... Oké, luister. Ik weet niet of we jeuk hebben aan onze bil en proberen te krabben op deze manier. Of dat er een andere soort van secret move zit achter mijn... Oké, weet je, laat maar zitten. Welke mogelijkheid hebben wij nog meer? Ik denk nog veel meer.
No way. Are you serious? Are you serious? Wauw. Dit zou mijn Roblox-karakter zijn. Wanneer die mini is. That's pretty cool. Oh, ik heb zin om te jetskiën. Ik weet niet of het verantwoordelijk is om een mini-persoon in een... Zeg maar, wat ik nu speel, om dat in een jetski te zetten. Maar we gaan het denk ik alsnog doen. Welke jetski zou jij kiezen? De rode, de roze, de blauwe, de groene? Laat het in de comments weten hier beneden. Ik ga voor de roze. Maar werkt het? Dat is de grote vraag. Is het een jetski? Het is een jetski, right? Ja, het zou een jetski moeten zijn, maar... We hebben hem niet gekregen. Zeg maar, hij draait en... That's pretty much it. De boot! We zouden de boot kunnen proberen. Werkt dat? Kunnen we varen? Zeg maar, iets in mij zegt dat we daar misschien iets te klein voor zijn. Maar deze man die kan varen. Wil jij varen, please? Dat is niet waar je moet zitten als je wil varen. Oh, hij gaat er vandoor. Hij had wel een mega radio bij zich trouwens. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar dat ding was echt ongelooflijk groot. Een cruiseschip. Alright, sounds good. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat we op een cruiseschip... Weet je... Laten we onszelf even resetten. En laten we kijken of we onszelf nog één keer het meest epische uiterlijk ooit kunnen geven. En of we daarmee vervolgens wel op de jet... Wow. Oké, er zijn genoeg mogelijkheden, denk ik zo. Er zijn genoeg mogelijkheden. Alright. Ja, ik denk dat het tijd is voor nog één keer een nieuw uiterlijk. En dan gaan we denk ik ook op de jetski kunnen. Dus dat is wel een leuk idee. Weet je wat? Ik ga een meisjesvariant van mijn skin creëren. Dat vind ik nou echt een goeie. Ik ga een meisjesvariant van mijn skin creëren. Dus we beginnen eerst even met dit. Oké. En nu de meisjeskleding. Oeh, dat is een goeie. Oh, deze is perfect. 100%. Chill. Hey, mijn shirt zegt dat we chill moeten zijn. Dus moet chill zijn. Oké, there we go. Ik wil... Roze haar, alright. En ik ben echt zo ongelooflijk blij. Are you serious right now? Oh, wacht. Donators only. Dat wist ik niet. Er zijn hier nog meer mogelijkheden. Oké, dat is pretty amazing. Ik wil deze. Ja, deze is gaaf. En is er nog iets anders dat we kunnen doen? Een ander soort kapsel. Oh, dit is ook wel dope, denk ik. Kan dat? Where? Oh, we hebben nu per ongeluk twee kapsels tegelijkertijd. Oh nee, wat hebben we nu gedaan? Wat hebben we nu gedaan? Ik wil een cool kapsel. Deze vind ik wel dope. Ja, nice. Dit is hoe mijn skin er in de meisjesvariant zou uitzien in Roblox. En I definitely like it. Dit is een ongelooflijk awesome skin. Oké. Zojuist konden wij niet op de jetski, maar vermoedelijk kan dat nu wel. Ik weet het niet zeker, maar wat we wel zeker weten is dat we het eventjes gaan proberen. En dan kiezen we natuurlijk nog steeds mijn favoriete kleur. Ik bedoel, het is gewoon roze. Gewoon toevallig roze. Oké, there we go. We gaan erop. Oh ja, yeah. Wow! Wow, oké. Wow, dat gaat niet... Gaat dat volgens plan? Soort van... Werkt het? Oh, laat maar. Dit is niet voor in het water. Ik dacht dat dit voor in het water zou zijn. Schijnbaar niet, apparently. Nou, dan gaan we voor de boot. 3, 2, 1. Yes! Onze eigen boot op het 5 sterren resort. En ik zie dat hier een soort van eiland is, I guess. Ja, dat ziet er best wel gaaf uit. Wat kunnen we hier doen? Dit is een beetje zo'n... Ik weet niet hoe je dat noemt. Jullie weten wel wat ik bedoel. Dit is echt zo'n... Zo'n jungle eilandje. En er is zelfs een juice bar. Interesting. En ik neem aan dat dat een soort van winkeltje is of zo. Ik moet er nog steeds aan wennen dat mijn skin er zo anders... Ik ben dit niet gewend, oké? Ik ben dit niet gewend. Dit is niet hoe mijn skin er normaal uitziet. Zeg maar, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Like, dat is een soort van obvious, maar... Het is ook wel weer leuk. Het is een leuke verandering als je het mij vraagt. En wauw, dit zijn echt hele schattige huisjes. Kunnen we hierin... Oh, het is echt zo'n typisch Minecraft huisje ook gewoon. Met zo'n typisch Minecraft bed erin. I like it, man. Oké, waar leidt dit ons naartoe? Wat is dit? Waarom springen we de hele tijd? Eigenlijk doe ik dat heel bewust. Oh, we zitten vast. Dames en heren, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Laat me hier beneden weten in de comments. Oké, als jullie nou een cijfer zouden moeten geven aan mijn nieuwe skin. Wat voor cijfer
zou dat dan zijn? Wat is het eerste getal wat in je hoofd opkomt? Van 1 tot 10. Nou, dat mag ook wel van 1 tot 100, maar dat is een beetje vreemd. Van 1 tot 10. Welk cijfer zouden jullie mij dan geven? Laat het weten in de comments hier beneden. En wauw, ik moet zeggen, deze step werkt best wel goed op dit terrein. Like legit, we zijn gewoon gekke moves aan het doen. Ik weet niet of jullie het zien. Ja, tuurlijk zie je het. Dit is toch bizar? Kijk dan. Amazing. Daar. Wow! Wauw. Wauw. Oké. Ja. Ja, zeker weten. Bedankt voor het kijken. Adios.